Hoe omschrijf ik mijn beats in vier woorden? Zwaar, organisch, diep en keihard. De eerste keer dat ik bewust in aanraking kwam met hiphop was ik denk ik een jaar of 14 en kreeg ik een bandje van een vriendje van mij destijds en dat was een bandje van Wu-Tang, van Wu-Tang Forever. Ja, gewoon die rauwe stijl, die verschillende rappers, allemaal met hun eigen stijl, maar allemaal super rauw en weet je, die pijn die het uitstraalde en de strijd en de hardheid. En dan gecombineerd met die sample-based, stoffige sound van RZA. Ja, paste gewoon perfect bij hoe ik op dat moment denk ik in het leven stond als 14-jarige. Hip-hop is natuurlijk een kunstvorm die echt is voortgekomen uit lijden en uit strijd en uit het zoeken naar een stem om jezelf te uiten en om gehoord te worden. En dit zijn wel allemaal thema's die in mijn jeugd veel aan de orde zijn geweest. Nou, ik ben eigenlijk begonnen met rappen over beats van andere producers. En naarmate de tijd vorderde kwam ik erachter dat ik toch wel echt zocht naar een bepaalde sound beats om over te rappen. En die sound die konden die producers niet leveren of wilden ze niet leveren of voelden die shit gewoon niet. Dus ben ik eigenlijk uit een stuk noodzaak zelf beats gaan produceren. En vervolgens volledig gegrepen door de craft. De perfecte beat is voor mij de beat waar je kippenvel van krijgt, of waar ik kippenvel van krijg. Eigenlijk de basis van die perfecte beat bestaat altijd uit een valsige sample. Het is altijd zo geweest, het was al toen ik ermee begon, dat is nu nog steeds zo eigenlijk. Een valse organische sample die altijd eigenlijk echtheid symboliseert. Een stukje iets onheilspellends zit er ook eigenlijk altijd in en het is altijd net een beetje ongemakkelijk. Als ik dan kijk naar de drum zit er bij mij eigenlijk altijd net niet op. Dus de snare zit er vaak net langs en is meestal dof, maar wel snappy. De kick, ook meestal ligt die net niet op de hele tel. Een hi-hat, ja, die gooi ik er eigenlijk altijd alleen maar in als het om het geheel nog net even iets meer crooked te maken. En als je het over de baslijn hebt, dan is het bij mij gewoon zo, die bas die moet je voelen en die moet je eigenlijk niet horen. Dus die is echt ondersteunend aan de kick. En in zijn geheel maakt dat een heel organisch, in mijn beleving een organisch geheel. Wat gewoon kracht en onoverwinnelijkheid moet uitstralen. En dat heb ik eigenlijk nog nooit in iets anders ervaren. Dus waarom produceer ik? Ik produceer om me onoverwinnelijk te voelen.